Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. En samen met Bruinzeel Keukens ga ik weer een inspirerende keukenkijker maken. Vandaag ben ik te gast bij interieurdesigner Hella. En ze heeft me toch een mooie keuken. Maar ja, de rest van het huis is natuurlijk ook prachtig. Dus ik hoop dat ik meteen een home tourtje krijg. Dus ik ga eerst even aanbellen. Hey Hella. Hey Elisa, leuk dat je er bent. Ik ben heel benieuwd naar je keuken. Mag ik een kijkje komen nemen? Tuurlijk, kom binnen. Nou, wat een prachtig huis hebben jullie. Dankjewel. Ja, hoe lang wonen jullie hier al? We wonen hier ongeveer 1,5 jaar. Wel heel wat aan vooraf gegaan, want al 4,5 jaar geleden gekocht. Maar bouw uitgesteld en daardoor... Ja, zeker. Dus het heeft even geduurd, maar dan ben je uiteindelijk heel blij. Oké, dus je hebt alle tijd gehad om dit prachtige interieur te bedenken. Ja, zeker weten. Ja. En ik had het allemaal nodig. ik weet dat je interieurdesigner bent. En dat zie ik ook echt hier. Het is echt om door een ringetje te halen, het interieur. En ik ben heel erg benieuwd hoe je het allemaal hebt bedacht. Ja, nou, ik weet natuurlijk wel een beetje wat mijn smaak is. Dus dat kan ik al snel vinden. Maar ook ik werk zelf met een moodboard. Nou ja, daar komt vaak een mix van stijlen uit. Dit is een beetje het resultaat. Vervolgens is de indeling ook bepaald. De keuken was eerst aan de voorzijde. En wij wilden per se een grote keuken met een kookeiland. Waar we eigenlijk met het hele gezin het grootste deel van de dag zouden doorbrengen. Ja. En die zien we daar. Ja, nou heel erg benieuwd. We gaan natuurlijk even. Ik ben hier eigenlijk voor keukenkijker natuurlijk. Home tourtjes gewoon extra. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar die mooie keuken van je. Dus we er even heen gaan. Die ga ik je laten zien. Nou, ik zie hier zwarte keukenkastjes, een marmerlook werkblad en natuurlijk een hele gave mes en kraan. Ja. Het lijkt me een feestje om hier te kunnen koken. Zeker weten. Hoewel ik zelf niet zo dol ben op koken. Dus dat doet mijn man meestal. Maar luxe. Heel erg luxe. Klein beetje wel. Ja. Maar als gezin brengen wij ontzettend veel tijd door in deze keuken. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. En wat waren eigenlijk de vereisten voor deze keuken? Je stelde net op de bank. Je wil gewoon een lekkere grote woonkeuken. Ja. Maar ja, hoe heb je hem eigenlijk ingedeeld? Ja, wat ik eigenlijk per se wilde was alleen maar onderkastjes. Dus ik ben dol op tegels, dus ik wilde een hoge tegelwand tot aan het plafond. Dus ook niet een klein stukje. Dat maakte eigenlijk dat dit eigenlijk al het ontwerp werd met een mooi groot kookeiland om op te werken. Ja. En de messingkraan, dat was voor mij een must om te hebben. En ook het eiland bijvoorbeeld was ook echt een must. Dat je dacht van nou, ik wil een keuken waar echt gewoon genoeg ruimte is. Ja, echt een leefkeuken. Ik wilde ook een kookeiland waar je dus barkrukken aan kon zetten. Nou, die zijn er gekomen. Dus je hier ook 's ochtends lekker met je kopje koffie kan gaan zitten. En afzuigkap. Schitter door afwezigheid. Maar hij is er wel. Hij is er wel. Hij zit hierin, verborgen, gelukkig. Want ik wilde hem niet boven het kookeiland, omdat het mooi open en ruimtelijk moest blijven. Dus dat werkt super fijn. Het werkt ook heel erg goed. Nou, uiteraard hebben we een vaatwasser en een combi-magnetron gekozen. Die zit daar. Werkt perfect. Daar had ik niet hele specifieke wensen voor. Daar heb ik me laten adviseren door Bruinzeel Keukens. Kijk, en die messingkraan? De messingkraan, dat was een must en die stond bovenaan mijn wishlist. En hij is echt van messing, dus hij verweert of oxideert ook. Als ik wil dat hij weer helemaal glanzend goud is, dan pak ik de koperpoets en dan kan ik hem weer oppoetsen. Het is dus een heet waterkraan, dus je kan in één keer lekker een kopje thee zetten. Kopje thee zetten in één keer en ook je kokend water om mee te koken. Ja. Super blij mee. Ideaal. Ja. Voor deze keuken heb ik deze tegelwand bedacht. Ik wilde graag een lichte tegel, vrij strak. Hij is ook in de lengte geplaatst. Dat wilde ik net eventjes anders. Niet een witte kleur gekozen, omdat ik dat dan te hard vond bij de zwarte keuken. Voor mij een indrukwekkende wand. Ik ben heel erg benieuwd. Je bent natuurlijk interieurdesigner. En waarom je uiteindelijk voor Bruinzeel Keukens hebt gekozen? Want je hebt natuurlijk zoveel verstand van het inrichten van een huis. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, zij waren betrokken bij dit nieuwbouwproject. Ik was wat huiverig, omdat ik als stylist wel gewend ben dat ik altijd nog maar even iets verder moet zoeken naar dat perfecte item. Er zijn heel veel leveranciers wel geweest en ik wilde per se een mat zwarte keuken. We hebben de keuken eigenlijk 2 keer in de showroom bekeken. Heel aardig geholpen ook door de verkoper daar. Heeft ook echt meegedacht over het ontwerp. Ja, eigenlijk zelfs ook de inhoud, de lades van de kasten. En het apparatuur, dus dat was super fijn. Heb je nog tips voor de kijker die nou op zoek is naar een keuken? Heb je nog een goede tip?
Ja, ik zou adviseren om echt zoveel mogelijk te bekijken aan inspiratie. Bijvoorbeeld op Pinterest, Instagram. Ook echt een moodboard te maken. Dus daar is de tool eigenlijk van Bruinzel Keukens perfect voor. Het geeft je echt inzicht in wat je mooi vindt. Ja, dus echt een handige moodboardmaker. Ja, absoluut. Die zou ik zeker gebruiken. Ik gebruik zelf voor mezelf en voor projecten altijd een moodboard. Dat is heel fijn, want met een moodboard maken heb je dan in één oogopslag gewoon al je inspiratie bij elkaar voor je eigen ideale keuken. Precies. Ja. En je hebt natuurlijk nog veel meer moois in het huis. Mag ik naar boven? Mag ik boven kijken? Zeker weten, ja. Kom mee. We staan nu hier boven in de hal. Hier heb ik een art wall bedacht. Ja, eigenlijk voor mij een leuke manier om het huis ook te personaliseren. En dat hoeft niet alleen maar met grote familiefoto's te zijn, wat mij betreft. Ik heb hier bijvoorbeeld oud servies laten bedrukken met daar mijn dochtertje en mijn zoontje. Hier staan we zelf nog op. Een eigen kunstwerkje, alles wat ik ook bijvoorbeeld tijdens een reis vind. Dit is de badkamer. Ik heb het vrij licht gehouden met lichte betontegels, witte tegeltjes, maar wel mooie zwarte stalen douchewand. En een mooi lichtbad die voor mij niet mocht ontbreken. Prachtig slaapkamer. Ik zie sierlijsten, mooi donkerblauwe kleur. Ik hou van donkerblauw in de slaapkamer. Ik weet het. Mooie kasten, op maat waarschijnlijk. Hoe heb je dit bedacht? Ik heb het zelf ontworpen. Ja. Ik wilde iets met webbing gaan doen. Ik heb een handige vader, dus die heeft de deurtjes heel mooi strak uitgezaagd. En ik heb het webbing achter gemaakt en knopjes opgezet. Ik zie ook wel een heel ander leuk detail, want je hebt niet de hele muur geverfd. Nee, maar daar stopt. Ja, voor de ruimtelijkheid en klein detail heb ik een randje van 10 centimeter in dezelfde kleur als het plafond gemaakt. Wat ontzettend leuk, want dat soort grapjes. Ik zie ook de lijsten hier, ze zijn allemaal zwart, maar één is goud. Ja, detail. Ja, een klein detail, om het net even anders te maken. Heb je trouwens zin in een kopje thee? Nou, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Inmiddels een lekker kopje thee. Ja. En nu we hier toch weer zijn, laatste vraag. Maar ik ben heel erg benieuwd of je nog gewoon een goede tip hebt. Hoe je je keuken mooi blendt met de rest van het huis. Ja, dat kan je eigenlijk doen door bijvoorbeeld de kleur terug te laten komen. Dus ik gebruik zwart zelf in de kozijnen. Details zoals lampen of een stoel. Hier eigenlijk bij zwart vind ik het zelf altijd mooi. Dus dat je niet te veel wit omheen gebruikt. Dus niets in dit huis is eigenlijk wit of bijna niets. Dus een beetje zachte tinten daaromheen gebruiken. Zoals hier de tegels een beetje lichtgrijs met zandtint. Kijk, dat is een hele goede, ontzettend goede tip. Thanks voor deze mooie keukentour /home tour, Hella. Graag gedaan. Ontzettend geïnspireerd geraakt. Fijn. Hella heeft een heel leuk Instagram account. Dus check haar zeker eventjes. Volg haar zeker eventjes. En wil je nou meer weten over de handige moodboardmaker van Bruinzel Keukens? Check dan zeker even onderstaande link. Om uiteindelijk jouw ideale keuken te ontwerpen. En Hella, thanks voor dit toertje. Heel graag gedaan. Ja. En nou, vanuit Amsterdam-Noord, tot de volgende video.